Goedemorgen. Het is vandaag donderdag en we hebben ons ontbijt gemist. Sleepyheads. Ja, we waren gewoon doorgeslapen. We gingen gewoon doorslapen. We werden precies wakker toen ontbijt klaar was. 10:30. Goeie timing, man. Nee, maar ik heb me even omgekleed. En we zijn een beetje aan het wachten tot onze mobieltjes zijn opgeladen, want die hebben we vandaag niet opgeladen. Jij. Ik heb ze verkeerd erin gedaan. Ik snap er niks van hier. En daarna gaan we even ontbijten. En dan wordt het echt een chill dagje. Heel dag aan het zwembad, eten, chillen. Niks bijzonders. Maar ik wil vanavond wel echt uit eten. Wij hebben onze drinken nu. Nessie heeft een... Wat heb je nou? Een Diet 7-Up. Diet 7-Up. En ik heb een cucumber lime. En die is echt super lekker. Heb ik vorige keer ook besteld. Ga je eens vertellen wat er is gebeurd vannacht? Ja, zeker. Moment hoor. Nessie heeft me net echt heel erg voor schut gezet. Hij liep me de hele tijd lachen terwijl ik aan het zwemmen was. Het enige wat ik riep was helle. Dat deed ik. Een turtle, je noemde mij schildpad. Ja, je zwemt als een turtle. Dus ik kreeg helemaal slappe lachen terwijl ik gewoon 2 meter diep zat. Dus op een gegeven moment kon ik gewoon niet meer zwemmen van het lachen. Ik moest zo hard lachen. Ja, en toen? En toen ging die lifeguard opstaan om mij gewoon te redden. Zo erg voor schut stond ik. En maar hele zwembad. Nee, het hele zwembad keek gewoon recht naar mij. En ik was al aan het zwemmen en ik dacht, oh mijn god, ik red het niet meer. Die lifeguard stond gewoon op om mij bijna te redden. Kom hij daarna pas naar mij toe. Oh, daarna pas? Ik kon gelijk naar jou toe. Ik zag dat jij niet meer kon zwemmen. Waarom laat je mij lachen als ik aan het zwemmen ben? Ja, maar het is toch grappig? Ik kon niet meer. Dat is, oh. toch een plezier op en vakantie? Was ik daarna... Ik bijna verdrink. Nee, maar ik heb je toch gered? Die lifeguard stond gewoon op om mij te redden. Dat is toch echt verschrikkelijk. Ja, maar ik heb jou gered. Oh, jongen. Ik vond het grappig. Op vakantie met Nessie. Ik heb een baby chicken besteld. Met friet, koolsla en tahin. Wat gisteren eigenlijk Nessie heeft gegeten. En Nessie heeft vandaag een club sandwich gegeten. Oh, dat is die club sandwich was. Wat wil je nou? Weg ze weer eens? Ik zei dat we samen gingen doen. Samen. Onze eten is er. Maar het ziet er zo lekker uit. Wat is deze? Sandwiches zei hij nou. Oh, koolsla. We hebben de hele dag bij het zwembad gezeten. En ik heb mij net klaargemaakt. Ik heb mijn haren gedaan en make-up. Ik heb trouwens mijn nieuwe highlighter uitgeprobeerd van Fenty. En mijn nieuwe contourstick. En ze zijn echt goed. Ik ben er echt super blij mee. Ik heb hier dus een leegte gekregen in mijn extensions door het zwemmen in chloor. En ik heb het opgevuld met nepwimpers. Ik heb het gewoon een beetje geknipt en geplakt hier. En nu ziet het er veel beter uit. Ik ben er heel blij mee. De plannen zijn trouwens gewijzigd. Wij gaan vandaag uit eten samen met Sabrine. Ik denk dat jullie herkennen als Sabrine Cat op Instagram. En haar man en met Michelle Aargebeek als het goed is. Volgens mij komt zij ook mee. En ja, we gaan uit eten bij een tentje dat Hoeka heet. Ik heb het opgezocht op Instagram. Het ziet er echt super goed uit. En ik heb eigenlijk ook wel zin in. Even afspreken met andere mensen. Echt gezellig. Voor de mensen die zich afvragen hoe ik en Sabrina elkaar kennen. Wij kennen elkaar echt vanuit vroeger, toen we allebei nog niet eens getrouwd waren. En we kennen elkaar van social media. Echt, we waren echt super jong. Spraken met elkaar af toen in Rotterdam. En zo kennen we elkaar eigenlijk. Nu is ze getrouwd en woont ze in Qatar. En we zijn nu toevallig allebei in Dubai. Ik heb haar al best wel lang niet gezien. En toen gingen we ook met elkaar appen. En nu gaan we afspreken. Dus ik heb er echt veel zin in. En ja, that's it. Dus de plannen zijn gewijzigd. En we gaan zo uit eten. We hebben wel één probleempje. Want ik weet niet of daar een dresscode is. Maar Nessie heeft dus hele lange broeken bij zich. En ik weet van de vorige keer. Toen gingen wij ook uit eten hier. Toen was er een dresscode. En toen moest Nessie een lange broek aan. Dus ik vroeg net aan Sabrina van, is er misschien een dresscode, maar zij weet dat niet. Dus we gaan het gewoon erop wagen. Ik hoop niet dat we straks verschut staan. We hebben afgesproken om 8 uur uit eten te gaan, maar ik kan echt niet meer. Dus ik ben nu even een reepje aan het eten met frambozen en yoghurt. Zodat ik echt mijn honger stil. Mijn kamer nog een beetje goed functioneren. Ik praat tegen de camera. Is het niet open? Het is nu 7:10, ik kan echt niet meer. We zijn aan het wachten. Besef hoe hongerig en stil wij zijn. Dat hebben wij gewoon gekocht. Bij de supermarkt hier. Gewoon kip, kaas, brood, gyar, toeristel met olijven. Wij zijn echt hongerig. Terwijl we al zoveel buiten eten. Niet normaal.
Film niet als ik eet. Ik film je al. Jongens, ja? Ik wil graag mijn excuses aanbieden, ja? Voor hoe ik eruit zie. Ik heb vandaag een Ralph Lauren polo aan. Ja, je ziet er wel goed uit, met uitzondering van de schoenen. Ja. Die vind ik wel een beetje weird. Dus ik ging gewoon vanuit dat wij met mensen uit eten zouden gaan. Wij kennen geen mensen. Maar met mij wil je er zo uitzien als je uit eten gaat. Wij, weet je toch, ik ging gewoon uit. Lekker Shakespeare eten, chillen, dit, dat. Eindstand, ik opeens met mensen. Maar ik wil eigenlijk ook... Wat, zal ik altijd zo'n ding maken? Ik ga gelijk uitleden. Ik vind het trouwens zo mooi. Zelfs deze mensen die hier werken, die hebben een betere broek aan dan ik en betere schoenen. Dus ik vraag of ze misschien nog wat hebben. Zo, doe je een pens voor niet? Dat is een pens. Ik vind jou even, je wil hele show stelen. Je wil hele comedian spelen, alles. Waar is je belt? Echt hè? Ik ben inmiddels met Sabrina. En wij gaan zo lekker uit eten. Waarom verandert die stem op ik? Ik ben blij toch? Ik ben blij toch? Nee, we zijn er bijna gekomen. Die stem opeens. Yes. We hebben er best wel lang over gedaan om hier te komen. Net zoals gisteren weer. Zeker wel 45 minuten. Ja. En wij hebben nu echt honger. Zeker wel 45. Jongens, wij zijn inmiddels aangekomen. En dit is het uitzicht. Kijk hoe mooi het eruit ziet. En dit is de menukaart. Mensen, laten ze de menukaart zien. Nou, kijk eens. Wat een gezelligheid. Je hebt echt veel keuze. Zeker. Zelfs als je op dieet bent. Dit lijkt me ook wel lekker. Lees je cocktails. Kijk, die van hem. Laat het even zien. Maar even, wat is het? Ik heb gewoon een zak. Het is een speciale remix in een plastic zak. Dat is wel leuk, man. Dit is van Nessie. Van Sap. Jij hebt volgens mij die gewoon een Turkse limonade, zeg maar, gewoon, toch? En deze is van mij. Deze heet toch Bird Nest of zo? Ja, Bird Nest. Hij is echt cute. Kijken, Almere. Laten we even naar de Wij zijn nu weer onderweg naar het hotel. En wij hebben heel erg trek in Red Bulls. Onze mannen zijn nu naar het tankstation gegaan om Red Bull voor ons te halen. En nog snoep van Sabrine. Ja. We hebben echt zo lang daar gezeten. Ik zie er ook echt helemaal niet meer uit. Het is nu inmiddels 1:30 of zo. Maar het was wel echt super gezellig, hè, Chiki. Yes. En ik ga nog binnenkort naar het toe, naar Qatar. Daar heb ik ook echt heel erg veel zin in. Wij zijn inmiddels weer in het hotel. We hebben echt een heel gezellige avond gehad. Zo, de belichting is hier echt niet oké. We hebben echt een heel gezellige avond gehad. Het is heel erg laat geworden. We hebben heel veel gekletst. Lekker gegeten. We hadden een super mooi uitzicht. Ik heb het allemaal gefilmd voor jullie. Ja, we zijn nu in het hotel. We moeten echt trouwens nu heel snel onze tassen inpakken. Want we gaan morgen alweer vliegen naar Nederland. Het is echt snel gegaan. We zijn hier ongeveer 4 à 5 dagen geweest. 4 nachten, 5 dagen. En ja, het is alweer voorbij gegaan, man. Morgen weer lekker naar huis. Weer alles oppakken in Nederland. En dan is het avontuurtje weer voorbij. Ik heb wel echt met Nessie besproken. We echt heel snel weer op vakantie gaan. Maar dat komt wel goed. Komen we over een maandje weer weg kunnen. Nes? Ja? Maar je gaat op vakantie? Wat? Maar je gaat weer op vakantie? Nee, we hebben gewoon met elkaar afgesproken dat we gewoon wat vaker op vakantie gaan. En daar gaan we ons aan houden. Het was heel erg gezellig trouwens met Youssef en Sabrine. Echt een superleuk stelletje. Ik heb trouwens gezegd dat Michelle Agenbeek mee zou gaan. Maar die kon toch op een gegeven moment niet of zo. Die kon gewoon niet meer komen. En ze waren uiteindelijk met z'n vieren.
Dat was super leuk. Ik wil bij deze de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vinden. En ik zie jullie morgen weer. Doei doeg!